Goedemorgen. 10 uur in februari 2018 en dus het moment om het webinar te beginnen voor het Hamamatsu arrest. Wij dachten dat het wel goed is om daar vandaag wat meer over te vertellen. Mijn naam is Bart Boersma, ik ben van Customs Knowledge. En op de achtergrond zit ook Samantha Speelman om zo nodig een en ander te moderaten. Dit webinar wordt ook opgenomen, dus als u het nog een keer later wil terugzien of aan een collega wil laten zien, dan kan dat. Dat is prima. Wat gaan wij vandaag doen? Natuurlijk gaan we kijken naar de casus Hamamatsu. Het Hof van Justitie heeft daar namelijk een interessante uitspraak over gedaan. We gaan kijken naar de gevolgen van dat arrest, waarbij ik opmerk dat het onze beschouwingen zijn. Het is nog zeker geen wetenschap. En de wetenschap is misschien nog wel veel interessanter om te bekijken vanuit de praktijk. Er zijn een behoorlijk aantal vragen uit de praktijk gekomen en een aantal van die vragen beantwoorden vandaag. Wel toch een voorbehoud, het is een zeer recent arrest. Ook binnen de douane zelf heeft er natuurlijk wat stof doen opwaaien. Dus ja, het webinar is leuk. Het is bedoeld om u te informeren, om wat kennis te delen, maar het is geen specifiek advies. En u kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Heeft u hele specifieke vragen, anders dan dat ik ze vandaag behandel. We adviseren graag, we komen er graag op terug. Maar in dit webinar heeft u slechts algemene informatie. Over naar de casus. Waar gaat het over? Hamamatsu, het is niet een of andere fictieve naam. Het is een concern dat is gevestigd in meerdere landen, waarbij onder meer het moederbedrijf in Japan zit, Hamamatsu Photonics, en handel drijft, goederen verplaatst, goederen verkoopt naar Hamamatsu in Duitsland. En het is niet voor niets dat twee keer het woord Hamamatsu staat, want het zijn verbonden personen. Omdat er sprake is van verbondenheid, is er dan ook voor de vennootschapsbelasting en voor wellicht andere doeleinden een afspraak gemaakt met de Belastingdienst. Het is een Duitse casus, hij speelt zich dus af in Duitsland. Maar ook in Duitsland kent men een APA, een Advanced Pricing Agreement, oftewel een verrekenprijsafspraak, waarbij afspraken worden gemaakt tussen het concern en de Duitse Belastingdienst. Daarbij is van belang dat niet zozeer wordt uitgegaan van de echte economische waarde van dat product, maar dat er afspraken worden gemaakt hoe winsten worden toebedeeld over landen, welke marges worden gemaakt, althans toebedeeld aan landen en welke belasting dus wordt gegeven. Dat even in het algemeen. Concreet ging het erom dat Hamamatsu een verzoek tot terugbetaling deed. Dat verzoek tot terugbetaling deed zij op 10 december 2012. Ging over een bedrag van ongeveer 50.000 euro. En dat was een heel algemeen verzoek. Niet ik deed op 1 december 2012 aangifte en daar krijg ik 30 euro voor terug. Op 1 oktober 2012 3.000 euro. Maar één algemeen verzoek. En waarom? Omdat dat was gebaseerd op de APA die was afgesloten. Immers, jaarlijks wordt gekeken welke marges bijgeteld, afgetrokken, welke elementen in ieder geval verrekend moeten worden. Dat verzoek tot terugbetaling werd echter afgewezen door douane München, want, zei douane München, tenminste ongeveer, dit ziet niet op concrete goederen. U kunt niet duidelijk in kaart brengen waar dit verzoek op ziet. En ja, die transactiewaarde, die hebben we wel gehanteerd. Maar dit verzoek maakt niet dat ik die transactiewaarde ga verlagen. Waarschijnlijk als Hamamatsu een verzoek tot bijbetaling had ingediend, dat dan een heel ander oordeel was geveld. Maar terugbetaling werd in ieder geval afgewezen. Hamamatsu liet het daar niet bij zitten en ging dus naar de rechter en uiteindelijk ook in hoger beroep. Waarbij dan de rechter in hoger beroep, namelijk het Finanziegericht München, vragen heeft gesteld over de toepassing van de transactiewaarde in relatie tot de APA. Wat zei die rechter? Ja, die verrekenprijs, de vaste verrekenprijs was vastgelegd in de APA. Dat lijkt toch vooral een fictieve prijs. Die verrekenprijs is niet de daadwerkelijk betaalde of te betalen prijs voor de goederen. En
kan ik dus wel op deze manier überhaupt, om het maar mooi in het Duits te zeggen, de APA toepassen. Daarom stelde het Finanzgericht München een tweetal prejudiciële vragen. En de eerste vraag die luidt, samengevat, kan een overeengekomen verrekenprijs, die pas wordt verkregen, definitief verkregen, door na afloop van het afrekeningstijdvak een forfaitaire correctie toe te passen, met daarbij een verdelingssleutel die wordt toegepast, kan die als douanewaarde aangemerkt. En als dat dan het geval is, kan dan de douanewaarde worden gecontroleerd of bepaald aan de hand van een vereenvoudigde methode. Wat was hierin het oordeel van het Hof van Justitie? We zullen dat een beetje opknippen, opbouwen. Het gaat in ieder geval over het oordeel van 20 december 2017 in de zaak C-529-16. Zoals gezegd, Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH tegen in dit geval Hauptzollamt München, waarbij vragen zijn gesteld door het Finanzgericht München. Het Hof begint natuurlijk met wat algemene overwegingen die op zichzelf bezien weinig nieuws brengen. Natuurlijk is de transactiewaarde de werkelijke economische waarde van ingevoerde goederen. En moet daarbij rekening worden gehouden met alle daaraan verbonden aspecten die een economische waarde vertegenwoordigen. Dat is niet nieuw, daar hebben we al meerdere arresten voor. Maar toch maar even in de herhaling. In specifieke situaties kan tot een correctie achteraf worden overgegaan, maar dat beperkt zich dan wel tot specifieke situaties, zegt het Hof. Een mooie aanloop om eigenlijk nu al de weg te plaveien dat dat niet zomaar kan en zeker niet als daar geen goede redenen voor zijn. Wat zijn wel goede redenen? Wat zijn specifieke situaties? Het Hof neemt ons direct daarin mee. Dat is in ieder geval van toepassing als de goederen beschadigd zijn. Als de goederen voor de inklaring al schade hebben opgelopen, dan kan de werkelijk betaalde of te betalen prijs worden verminderd. Een andere situatie is dat de goederen verborgen gebreken hebben en bijvoorbeeld onder een garantieverplichting vallen, waardoor een deel van de waarde wordt verminderd. Dat zijn twee specifieke situaties, zegt het Hof, waarbij achteraf met destijds artikel 78 CDW tot herziening van de douanewaarde kan worden overgegaan. Dan komt het meest interessante gedeelte en denk ik ook het interessante gedeelte voor toehoorders. Want, zegt het Hof in overweging 33, het is niet zo dat de wetgeving bepaalt dat de importeur moet verzoeken om een aanpassing naar boven. Het is een beetje de vraag hoe je dan omgaat met een ruling tussen de douane en de belanghebbende, waarin wordt gezegd dat men, nou ja, op zijn laatst zoveel maanden na afloop van het jaar met elkaar in gesprek komt en dan overgaat tot wel aanpassing. Maar de wetgeving verplicht daar in ieder geval niet toe. Het is niet zo dat de importeur moet verzoeken. En de douaneautoriteiten, en dan komt die ruling wel wat meer in beeld, kunnen zich ook niet indekken tegen het risico dat die bedrijven alleen verzoeken om aanpassingen naar beneden. Dus de vraag is of rulings die zijn afgesloten, maar waarin afspraken zijn gemaakt dat binnen een bepaalde periode tot aanpassing en bijstelling van de waarde wordt gekomen, of die rulings dan wel gebaseerd zijn op de wet, of dat wel kan. In ieder geval, conclusie, overweging 34 is bijstelling achteraf van de transactiewaarde is niet toegestaan. Niet alleen is het niet mogelijk, het is zelfs niet toegestaan blijkbaar. Ik kom daarin nog terug op overweging 34, maar dan eerst nu nog even naar de eindconclusie. Dus zegt het Hof, op de eerste vraag moet worden geantwoord dat artikelen 28 tot en met 31 van het CDW zo moeten worden uitgelegd dat ze niet toestaan dat als douanewaarde wordt gehanteerd een overeengekomen transactiewaarde die enerzijds bestaat uit een aanvankelijk in rekening gebracht en aangegeven bedrag en deels een forfaitaire correctie daarop na afloop van het afrekeningstijdvak. En als het dan helemaal niet mogelijk is om van tevoren, ofwel aan het einde van het afrekeningstijdvak, te weten of die naar boven of naar beneden zal plaatsvinden, dan wordt dat dus helemaal moeilijk. Uiteindelijk is dat de eindconclusie van het Hof.
die wat ons betreft een bom legt onder de vele rulings die zijn afgesloten, waarbij de APA tussen de Belastingdienst en een onderneming de basis vormt om te komen tot de douanewaarde en dus de ruling tussen douane en Nederland. Dat is het antwoord. Hiermee zult u het moeten doen, althans volgens het Hof. En de tweede vraag, kun je dan wel of niet gebruik maken van vereenvoudigingen? Die hoeft niet te worden beantwoord, zo zegt het Hof, want die was slechts gesteld als het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidde. En dat is niet het geval. Wat zijn nou de gevolgen van dit arrest? We hebben die gevolgen een beetje opgeknipt in gevolgen voor APA's, gevolgen voor rulings tussen de douane en de belanghebbende en de transactiewaardemethode zelf. Eerste vraag, wat zijn de gevolgen voor APA's die zijn gesloten tussen de Belastingdienst en een onderneming? Nou, zo'n APA is eigenlijk niet meer en niet minder dan een afspraak over de verdeling van marges. En het gaat er niet over de werkelijke prijs van die goederen. Het arrest heeft wat ons betreft daar geen invloed op. Die APA kan gewoon bestaan. Maar anders dan dat het landelijk waardeteam en de douane in veel gevallen betoogt, is zo'n APA niet automatisch een juiste basis voor de berekening van de douanewaarde. Natuurlijk, er kan naar worden verwezen. Het kan van invloed zijn. Het kan ook best gebruikt worden om vast te stellen of de gehanteerde prijs enigszins realistisch is, maar hij kan niet automatisch worden gebruikt als basis voor de berekening. En hij kan dan ook niet worden gebruikt om de douanewaarde te verwerpen. Een douanewaarde die eerder is gehanteerd en met de APA in de hand dan niet meer at arm's length zou zijn. Maar samengevat, de APA die kan gewoon gerust in de kast blijven, hoeft niet te worden herzien. Een mooie basis voor allerlei afspraken, maar niet voor de douane. Dan de waarderuling tussen de douane en de onderneming. Ja, het is niet zo dat nu elke waarderuling bij voorbaat onjuist of onrechtmatig is. Die ruling die zal onder de loep moeten worden genomen. En als die is gebaseerd op een APA of Transfer Pricing Agreement of wat dan ook, dan zal daar kritisch naar moeten worden gekeken. De vraag is sowieso wat een ruling is tussen de douane en een onderneming. We kennen in het DWU nu een waardebeschikking, een bindende waardebeschikking, maar er is geen invulling aan gegeven. Ik kom daar later op terug. En de vraag is dus, zeker gezien wat arresten van de Hoge Raad, of je een afspraak tussen de douane en een belanghebbende nog wel als bindend kunt opvatten. We stellen voor nu even alleen nog maar de vraag. Ik geef daar geen antwoord op. Die ruling die zal ook onder omstandigheden moeten worden gewijzigd. Het is wat mij betreft duidelijk dat het Hamamatsu-arrest invloed heeft op een groot aantal rulings waarbij een APA als basis wordt gebruikt. En die zal dan moeten worden gewijzigd en misschien wel ingetrokken. En bij die intrekking speelt dan wel een interessant vraagstuk, namelijk of die intrekking met terugwerkende kracht plaatsvindt. Ik kom daar op het einde nog even kort op terug. Ja, wat is dan wel de douanewaarde? Uiteindelijk komt wellicht vaak de situatie in beeld dat de ruling materieel in stand kan blijven. Dat er niet tot een geheel andere uitkomst wordt gekomen, tot heel andere cijfers wordt gekomen. Alleen dan kan dat niet meer worden gebaseerd op de transactiewaardemethode, methode 1. Maar dan zul je met toepassing van methode 6 dat moeten doen. Dat is ons beeld, dat is ons idee daarbij. Formeel gezien, wat er in die ruling staat, kan niet, mag niet. Materieel, bij een nieuwe ruling zal wellicht een en ander tot best hetzelfde resultaat kunnen leiden. Dan de vraag wat de gevolgen zijn voor het gebruik van de transactiewaardemethode. Ja, in heel veel gevallen helemaal niets. De transactiewaardemethode wordt heel vaak gebruikt tussen niet verbonden partijen. Ook tussen wel verbonden partijen, maar waarbij vaststaat dat die verbondenheid geen invloed heeft gehad, moet je dat wel kunnen aantonen. En in al die situaties kan die prima worden gebruikt. Ja, en in bepaalde situaties, zoals de onderhavige niet. Ik vraag me overigens af of dat heel erg nieuw is. Ook al voor het Hamamatsu-arrest hebben we diverse keren betoogd dat het automatisme waarmee de Nederlandse douane de APA als enige
als enig uitgangspunt neemt, dat het niet per definitie juist is. Wat kunt u dan nu doen? Ik denk dat het goed is dat u eerst maar eens even vaststelt of u een APA heeft en wat de inhoud van die APA is. En dat u vaststelt of u een waarderoeling heeft met het landelijk waardeteam, waarbij die APA als basis is gehanteerd. En als dat het geval is, ja, dan zal dat arrest wel die ruling raken. Dan is het misschien ook wel handig om wat vervolgactie te ondernemen. Het kan ook zo zijn dat u misschien wel een navordering heeft gekregen van 2 jaar geleden en die navordering is een paar weken geleden opgelegd, waarbij juist die APA als basis is gebruikt en de douane vindt dat allerlei adjustments moeten worden toegepast, dan zou ik daar nog maar eens een keer kritisch naar kijken. Beoordeel in ieder geval de invloed van dit arrest en ja, vraag u af of u gebaat bent bij intrekking van de ruling met de douane. Want we kunnen natuurlijk wel met z'n allen roepen dat al die rulings moeten worden ingetrokken, maar heel veel rulings zijn prima, zijn niet slecht voor de douane, zijn niet slecht voor de belanghebbenden en kunnen dus ja, liefst gewoon in stand blijven, maar moeten misschien anders worden geredigeerd. Een vraag die in dit kader ook wel interessant is, is de vraag of u überhaupt nog wel moet bijbetalen. Want, zo heeft het Hof toch gezegd, bijbetalen is geen verplichting. Het verzoek om bijbetaling, dat kan niet worden afgedwongen. De douane kan zich niet indekken tegen de situatie dat u niets doet. Dus de vraag is of u zich wel of niet proactief moet melden. Wij denken dat u niet dus de ogen kunt sluiten. Wij denken dat, zeker als u AEO'er bent, openheid en transparantie bij voorbaat een doel en een middel is. Maar ja, heel juridisch gezien kan de vraag gesteld worden of u nog wel een melding moet doen om bij te betalen. En weet u niet wat de invloed is, dan zou ik toch in ieder geval maar contact opnemen. En hier staat contact met het landelijk waardeteam, maar bij voorkeur via de klantmanager of via het bedrijvencontactpunt. In ieder geval zullen een aantal bedrijven niet op hun lauweren kunnen rusten. Erg interessant is ook wel of die overweging 34 nu wel of niet heel veel gevolgen heeft. Ik heb hem hier nog een keer op het scherm gezet. Het Hof van Justitie zegt in rechtsoverweging 34. In die omstandigheden moet worden vastgesteld dat het douanewetboek zal standsgeldend, het CDW destijds dus, maar in het DWU zal dat niet anders zijn geworden, niet toestaat dat een bijstelling achteraf van de transactiewaarde, zoals aan de orde in het hoofdgeding, in aanmerking wordt genomen. Een bijstelling. Dus dat is de mogelijkheid om iets in mindering te brengen en dus minder te betalen, maar ook de mogelijkheid om bij te stellen in de andere zin, dus bij te tellen en meer te moeten betalen. Wij vragen ons dus af of er bij een gebruik van een waarderoeling die is gebaseerd op een APA nog wel de plicht, sterker nog de mogelijkheid bestaat, dat een verzoek tot bijtelling wordt gedaan. Want eigenlijk, als je heel letterlijk kijkt naar rechtsoverweging 34, zegt het Hof, het is niet mogelijk. Ik heb net nog betoogd dat het goed is om open en transparant te zijn. Daar blijf ik ook achter staan. Ik zei al, het is een vrij juridische benadering. Maar ja, het juridisch kader is wel de basis voor het handelen van zowel de douane als het bedrijfsleven. En dan is dit toch wel een belangrijke opmerking die geplaatst moet worden. Het is ook nog maar de vraag of de douane wel kan navorderen als blijkt dat bepaalde elementen niet in de prijs zijn inbegrepen. Als de transactiewaarde nog moest worden bijgesteld en elementen zijn daarin niet opgenomen, year-end adjustments en dergelijke, dan is het nog maar de vraag of de douane kan navorderen. Ik heb het niet over gewone bijtelelementen zoals royalties of vracht- en vervoerskosten, materialen die ter beschikking zijn gesteld. Ik heb het even alleen maar over elementen die niet in de prijs zijn inbegrepen. Wij denken dan dat de douane toch naar een andere waardemethode zal moeten grijpen. Want, zoveel blijkt wel uit rechtsoverweging 34, in die omstandigheden kan de transactiewaardemethode niet worden gebruikt. En even een belangrijke aantekening. Ik denk dat je uit in die omstandigheden moet lezen bij het gebruik van een waarderoeling gebaseerd op een APA. Zoals gezegd, de douane zal dan naar een andere waardemethode moeten grijpen. Nou, dat is mogelijk. Dat is sterk nog gewoon toegestaan. Dat stond namelijk ook in artikel 181 bis van de toepassingsverordening destijds al.
En dat staat nog steeds in artikel 140 van de uitvoeringsverordening van de DWU. Maar wil de douane navorderen en wil de douane dan die transactiewaardemethode verwerpen, dan moet ze wel met goed bewijs komen waaruit blijkt dat die waarde niet goed was. En dat is nog niet zo heel eenvoudig. Ik verwijs dan naar een ook redelijk recente uitspraak in een zaak die we hebben gevoerd bij de Hoge Raad. Waarbij de Hoge Raad op 17 november 2017 uitspraak heeft gedaan. Twee hoofdfacetten stonden daar ter discussie. Eén, kan de douane nog wel later, na het einde van de verificatie, 181 bis toepassen? Nou, dat is voor het bedrijfsleven een negatief antwoord geworden. Ja, voor de douane een positief antwoord. Ja, zegt de Hoge Raad, ook in de post-verificatiefase, zo noem ik het maar even, kan artikel 181 bis worden toegepast. Tweede vraag die moest beantwoord worden. Heeft de douane dan voldoende bewijs aangeleverd waaruit blijkt dat die transactiewaarde niet juist is? Nou, daar zie je dat toch wel een redelijk zware toets moet worden aangelegd. Namelijk dat de inspecteur de bewijsplicht heeft om aan te tonen dat die prijzen niet juist zijn. De inspecteur die ging toen aan de haal met gemiddelde prijzen verdeeld over een goederencode. Die voortvloeiden uit Zora, de Duitse Sagitta, uit het CBS, de Nederlandse Sagitta. En daarvan zei het Hof, de douanekamer van het Hof Amsterdam, ja, wat u aanlevert, dat is nog geen begin van bewijs dat de aangegeven transactiewaarden onjuist zijn. En de Hoge Raad heeft dat oordeel in stand gelaten omdat het feitelijk is. Moraal van het verhaal, we zijn nu niet de uitspraak van de Hoge Raad aan het behandelen, maar we gaan terug naar het Hof van Justitie. Als de douanewaarde niet gebaseerd wordt op de transactiewaarde en de douane wil afwijken, dan ligt op de douane de bewijslast en zal ze dus wel met grondig bewijs moeten komen om die te kunnen verwerpen. Dan een aantal vragen uit de praktijk. U kon al vragen insturen, dus die hebben we op een rijtje gezet. We gaan niet op alle vragen een antwoord geven, want dan zijn we erg lang bezig. We hebben wel het grootste gedeelte van de vragen hierna opgenomen. En nog heel even ter herinnering, geen specifiek advies, u kunt er geen recht aan lenen. Maar dat was al duidelijk. Eerste vraag. Wat kunnen bedrijven het beste doen als zij te maken hebben met prijsaanpassingen aan het einde van het jaar? Bijvoorbeeld vanwege het bepalen van bepaalde marges. Ja, dan denk ik toch dat u goed moet gaan kijken naar het Hamamatsu-arrest. En wat we eerst gezegd hebben, vraag je af of er een APA ligt. En ligt er ook misschien een waarderoeling met de douanewaarde, met de douane? Stel dan vast of de waarderoeling wordt geraakt door het arrest. En stel vast of het wel gaat zoals het moet. En ja, het zal duidelijk zijn bij behartigende belangen van het bedrijfsleven. Als het u dan veel beter uitkomt om aan de hand van een andere methode en aan de hand van die gegevens die dan nodig zijn tot een lagere waarde te komen. Ja, dan staat u dat vrij. Misschien kunt u daar het beste dan wel met de douane over in gesprek en niet zomaar toepassen. Maar de methode van de redelijke middelen die zal dan gehanteerd moeten worden. Dat is onze verwachting. Een andere vraag. Leidt Hamamatsu er nu juist toe dat bedrijven waarderoelings moeten afspreken indien ze te maken hebben met year-end adjustments? Het antwoord vloeit een beetje voort uit mijn vorige antwoord. Ja, we denken dat je in die situatie haast niet anders dan met de methode van redelijke middelen kunt gaan werken. De methode van redelijke middelen, ja, is toch een beetje subjectief. Je moet de methodes 1 tot en met 5 toepassen, maar dan wat gemakkelijker. Die subjectiviteit zou ik toch altijd proberen te bespreken met de douane en dus duidelijkheid krijgen. Ja, en dan zul je waarschijnlijk wel naar een ruling moeten gaan. Maar de vraag is dan of die ruling überhaupt bestaat. Want we hebben geen bindende beschikking in handen met de douane. Sterker nog, ik heb de douane wel eens horen zeggen, de vraag is of zo'n ruling niet meer is dan een uitspraak van de douane die slechts een mening inhoudt en geen beschikking, geen bindende inlichting. Een andere vraag die dan zeer gerechtvaardigd is, zijn er ontwikkelingen in zaken de bindende waardebeschikking?
Nou, een aantal maanden geleden spraken we nog iemand van het ministerie hierover. En die zei: nee, dat is niet het geval. En ons zijn in ieder geval niet nog ontwikkelingen bekend die nu maken dat het anders is. Het lijkt me wel dat des te belangrijker is dat die mogelijkheid van bindende waardebeschikking, zoals die nu gecreëerd is in het DWU, wel wordt uitgewerkt. Volgens mij ook een behoefte die het bedrijfsleven al eerder heeft aangetekend. Dan een andere casus, vrij uitgebreide casus. Stel, een Nederlands bedrijf importeert goederen die ze koopt van een buiten de EU gevestigd moederbedrijf. Afhankelijk van de bruto winstmarge van het Nederlandse bedrijf belast het moederbedrijf overheidskosten door of omgekeerd. Ja, dan zal ze dus wel iets terugkrijgen. In een APA is namelijk afgesproken dat Nederlandse bedrijven een vast percentage van de inkoopprijs als winst rapporteert in haar VPB-aangifte. Zoals ik de casus lees, ik heb geen contact meer gehad met degene die de vraag heeft gesteld, is het niet zo dat de prijs gebaseerd is op de APA, maar is de prijs gewoon echt gebaseerd op de daadwerkelijke prijs? En is het feit dat een deel van de eventuele winst nog wordt doorbelast in de vorm van overheidskosten, wel iets dat voortvloeit uit de APA? Maar feitelijk komt het erop neer dat de prijs wordt gebaseerd op een juiste basis en dat dat element winst, dat afhankelijk van de verkoopprijs en van de bruto winstmarge dus later wordt vastgesteld, dat die winst wel objectief is vast te stellen. De vraag in deze echter is vooral of een deel van de winst een regulier element is dat kan worden bijgeteld. Of misschien kan worden afgetrokken als het omgekeerd gaat. En die vraag, is deel van de winst een regulier element, die zou ik toch graag willen beantwoorden door te kijken naar het DWU. Want als we naar artikel 71 van het DWU kijken, dan staat daar letterlijk in opgenomen, artikel 71 lid 1 letter D, voor het vaststellen van de douanewaarde krachtens de transactiewaardemethode, wordt de prijs verhoogd met de waarde van elk deel van de opbrengst van elke latere wederverkoop, overdracht of gebruik dat de verkoper direct of indirect ten goede komt. Nou, het is erg afhankelijk van de feiten en omstandigheden, maar je zou kunnen stellen dat in deze casus de douanewaarde regulier is vast te stellen en het arrest dan, naar onze mening, deze casus niet raakt. Maar terugbetaling lijkt dan ook niet mogelijk. Ik ben me ervan bewust dat je op verschillende manieren naar deze casus kunt kijken, dus ik denk ook dat daar nog wel aardig wat discussie over mogelijk is. Maar die discussie, helaas, ga ik nu op dit moment niet met u aan. Nog niet met u aan. Laat ook de douane nog maar wat beleid maken over een en ander. Een andere vraag of stelling die is ingenomen betreft de volgende. Genoemd arrest is mijns inziens niet alleen geldig voor rulings, maar ook voor achteraf vergevende kortingen. Het is gebruikelijk achteraf bijvoorbeeld korting over de gekochte jaarhoeveelheid te geven. Overigens zijn deze kortingen wel toe te wijzen aan specifieke aankopen. Een dergelijke korting geeft een verlaging van de transactiewaarde en dus een teruggave van invoerrechten. Wat is jullie mening met betrekking tot het bovenstaande? En dus de stelling is: genoemd arrest is mijns inziens ook geldig voor kortingen. Ja, wij delen het antwoord niet. Kortingen zijn elementen die altijd al in mindering kunnen worden gebracht onder voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat vooraf moet vaststaan wat de elementen, wat de criteria voor die korting zijn. En de jaarhoeveelheid korting, een bonus-malus korting, een kwantum korting en dergelijke, die zijn als zodanig in het handboek douane opgenomen. Handboek douane, decimaal nummer 8000. En daarin is ook vastgelegd dat zo'n korting een normaal deel is van de douanewaarde. Ja, en als dan de douanewaarde is gebaseerd op een reguliere transactie, transactieprijs, dan is aftrek van korting een recht, maar geen verplichting. En denken we dus dat die ruling, sorry, dat het hof, dat de hofuitspraak niet hiervoor relevant is. Dan een andere vraag: is de waarderuling op basis van de APA binnen de methode redelijke middelen wel mogelijk? Ja, de redelijke middelenmethode, ook wel de fallback methode genoemd,
die zegt eigenlijk niet zo heel duidelijk wat wel mogelijk is. In het wetboek is vooral vastgelegd, artikel 144 van de uitvoeringsverordening, wat niet mogelijk is. Hier is dit artikel, ik zal het wat vergroten. Artikel 144 lid 2 zegt, wanneer de douanewaarde niet met toepassing van lid 1 kan worden vastgesteld, worden andere passende methoden gebruikt. Maar de douanewaarde mag niet worden vastgesteld op basis van een van de volgende zaken. De verkoopprijs in het douanegebied van goederen die in de Unie zijn geproduceerd. Een stelsel waarbij de hoogste van twee in aanmerking komende waarden voor de douanewaarde wordt gebruikt. De prijs van goederen op de binnenlandse markt, maar dan van het land van uitvoer. Nou, ga zo maar door, u kunt dat zelf lezen. Dus terug naar de vraag, is zo'n APA nog wel mogelijk binnen redelijke middelen? Ja, zeer zeker. Juist mogelijk zou ik zeggen. Maar niet als die APA eigenlijk gebaseerd is op een van de methoden zoals hier in artikel 144 lid 2 aangegeven. Dan een van de laatste vragen. Betekent het arrest Hamamatsu dat de douanewaarde niet hoeft te worden aangepast als blijkt dat de eerder berekende prijs te hoog of te laag was, uitgaande van het gebruik van de transactiewaarde? Cruciaal in deze is dus de vraag, hoeft er niet te worden aangepast? Dat is een andere vraag dan, moet er worden gecommuniceerd? Wij lezen dat niet direct af uit het arrest. Het Hof zegt dat de methode van de transactiewaarde niet kan worden gehanteerd. Het Hof zegt geenszins dat elementen niet hoeven te worden bijgeteld. En het feit dat die methode niet mag worden gebruikt, juist omdat bijtelling niet verplicht gemeld hoeft te worden, maakt dan naar ons idee niet dat de inspecteur geenszins de mogelijkheid heeft om de methode achteraf aan te passen. Maar daar zijn wel wat haken en ogen aan verbonden, voorwaarden aan verbonden. Dus de inspecteur zal dan wel op de juiste wijze een en ander moeten gaan aanpassen. Maar dat nu het Hamamatsu-arrest ervoor zorgt dat je niet meer kunt aanpassen, dat lezen wij er zeker niet uit af. Nou, dit zijn een aantal vragen die we behandelen. Dit is ook het grootste gedeelte van de vragen die tot nu toe zijn gesteld. Waar ik in ieder geval geen vraag, althans nog geen antwoord op heb gegeven en ook niet ga doen, dat is wat gaat de douane en het landelijk waardeteam nu doen? Ik ben ervan overtuigd dat de douane druk aan het schrijven is aan beleid. Zoals het Sopropé-arrest destijds grote gevolgen heeft, zo zal het Hamamatsu-arrest ook zeker weten grote gevolgen hebben. Discussie is ook echt wel mogelijk over de vraag of rulings nu met terugwerkende kracht kunnen worden opgezegd. Zowel in het bedrijfsleven belang als ook in het belang van de douane denk ik dat het goed is om in ieder geval te communiceren. En ja, wat ook wel interessant is, voer voor discussie, voer voor juristen is, wat gebeurt er als u niet meldt? Wel de ruling hanteert, maar niet meer melding maakt van de aanpassingen. En dat zult u dan sowieso vooral natuurlijk dan willen doen als de bijtellingen, de verhogingen een rol spelen. Ja, wat gebeurt er dan? Ik weet het niet. Ik heb wel een idee, dat zien we dan later wel. Dat zullen we dan in de rechtszaal moeten dan gaan bespreken. De vraag is in ieder geval of het vertrouwensbeginsel hier een rol speelt en wat de invloed is van het contra legem beginsel. Allemaal vragen en geen antwoorden. Er zullen nog tientallen vragen te stellen zijn, maar de tijd zal dat moeten leren. In ieder geval leek het ons goed om u in ieder geval te informeren over de stand van zaken en ja, onze beschouwingen daarover. Dames en heren, dit is zo ongeveer wat wij u te vertellen hebben over het Hamamatsu-arrest. Nog kort wil ik u wel wijzen dat we allerlei andere informatiebronnen uiteraard hebben. Een van die bronnen is het Customs Compliance Platform. Als u daar meer informatie over wil hebben, dan informeren we u graag. En als u denkt, goh, ik wil nog heel veel meer expertinformatie hebben, dan bent u van harte uitgenodigd om naar onze expertsessie Accijns te komen, die volgende week wordt gegeven. Of de expertsessie Customs Compliance, die gaat over het auditen van processen op 30 mei. We geven ook nog meerdere gratis webinars en de volgende is het webinar van 13 maart 2018. Dames en heren, we hebben het gered in bijna 35 minuten.
Ik hoop dat ik u dat een groot aantal vragen goed beantwoord heb. Zoals gezegd, wij gaan het opnemen op YouTube, of het is opgenomen en we zullen het plaatsen op YouTube. Als u nog vragen heeft, dan kunt u die stellen, dan komen we daar achteraf op terug. En dan dank ik u voor nu.